dat brandweerlieden die naar een vuurwerkbrand gaan denken dat ze naar onschuldig vuurwerk gaan, wat ze gewoon met water kunnen blussen, maar in werkelijkheid naar een levensgevaarlijke bom gaan en dat ze zo hetzelfde lot kunnen lopen als de brandweermensen die hier omgekomen zijn, dat zijn de gevolgen. En als duidelijk wordt dat er eigenlijk niet zoveel klopt van de instructies om vuurwerk te blussen en er klopt niet veel van de evacuatieinstructies en er wordt bekend dat de gemeente er heeft tegengewerkt dat het vuurwerkbedrijf uit de stad wegging en het wordt bekend dat de klassificatieregels voor vuurwerk niet in orde waren, dan had het plaatje er heel anders uitgezien.